En zo kom je tijdens een wandeling door Kalmar ineens terecht in de officiële fanzone van het EK. En grijpt Merel van Dongen haar kans op het podium. Voetballen, drummen, gitaar spelen of zingen, Merel doet het allemaal. En dit alles tot groot genoegen van de andere Oranje Leeuwinnen. De lachende gezichten zijn tekenend voor de goede sfeer in het team, na het knappe gelijkspel tegen Duitsland. Maar na de wandeling moet de knop om, want de laatste training voor de wedstrijd tegen Noorwegen staat op het programma. En bij het Kalmar Stadion zijn ze al helemaal klaar voor de kraker van zondag. Nederland en Noorwegen hangen als sterren in de boom en alle EK-wedstrijden die in dit stadion worden gespeeld staan in de grond gegraveerd. En uiteraard kunnen ook de namen van onze Oranje Leeuwinnen niet ontbreken. Ook binnen lijkt alles er klaar voor. De dugout is gereed, het scorebord werkt en de vlaggen hangen boven in het stadion. Het team traint een uur en iedereen is fit voor de tweede wedstrijd van het toernooi, die ook zondag live wordt uitgezonden door de NOS. De aftrap is om 6 uur. En die ronde wordt zondag direct na de wedstrijd de uitslag vereeuwigd in de grond. En natuurlijk hopen we met z'n allen op een overwinning.